die berg zouden we op gaan lopen. Dat gaat maar niet gebeuren. Het weer is niet fantastisch. Nou, ik hoop dat het straks opklaart. En dan kunnen we alsnog gaan. Ja. Maar nu gaan we eerst even een beetje shoppen. Let's go. Nou, we zijn inmiddels in Svolvær. Dat is de hoofdstad van de Lofoten. En we zouden vandaag die berg daar gaan beklimmen. Maar helaas, omdat het zo mistig is, is het pad afgesloten. Dus kunnen we de berg niet op. Wat natuurlijk heel jammer is, want je hebt een fantastisch uitzicht hier over dit hele leuke plaatsje. Dus zijn we eventjes gaan shoppen. Hebben we een barbecue rack gekocht. En hebben we een mooi barbecue rack gekocht. Hamburgers, broodjes. Dus we gaan nu op zoek naar een mooie plek om aan een kampvuurtje te maken. En lekker te gaan eten vanavond. We gaan de komende dagen genieten van de meest fantastische natuur die ze hier hebben. Ik ga ervan stotteren, zo mooi is het hier. Natuur. De meest fantastische natuur. En we zijn hier op de meest zonnige dag van Van het jaar. Lofoten, we lopen in ons t-shirt. Dat is echt niet te geloven. En we gaan nu gauw naar het Vikingmuseum, want we moeten opschieten. Het is een beetje laat namelijk. Let's go. Oké, wie heeft dus zijn best gedaan met roeien? Mwah. Het was gewoon heel zwaar voor jou, want ik kan nou niet vriend. Hey Boet, hoe vond jij het roeien? Ik vond het wel leuk hoor. Ja. Wordt zwaar? Dus, omdat heb nu je gezweet of niet? Nee. Maar ja, omdat er nu dus geen wind stond, moesten we zelf gaan roeien. Ja, en die zet de motor in. Oké, op naar activiteit 2. Gaan boogschieten. Yes. Wat zeg je? I'm gonna split your arrow. Please that. Ik ga het jezelf. Goedemiddag. Mag ik een patatje oorlog, alsjeblieft? Dat is geen probleem. 3,25 alsjeblieft. Mag niet. Dankjewel. Nou, dat was het museum. Het Vikingmuseum op de Lofoten. Hebben we wat geleerd? Ja, roeien. Oh ja, we moeten roeien in een vikingschip, weten we nu. En nu gaan we op zoek naar een plek voor overnachten. Let's go. I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. Vanavond gaan er hamburgers op het vuur.
Maar we moeten eerst nog zorgen dat het vuurtje mooi wordt. Nou, dat ziet er goed uit, jongens. Proost, Maria. De zeven zusters. En wij gaan vandaag een van de bergen oplopen. En dat is 910 meter omhoog. Een wandeling van ongeveer 7, zoveel kilometer. Dat is die berg daar. 10 meter omhoog. De Breitpint. Vijf uurtjes. Breitpint. Wat zou dat betekenen? Bright tint. Lichte kleur? Bright tint color? Tint? Bright tint? Of is het bruid tint? Dat is het. Ja, dat is het. Hey, wee! Morgen. We zijn in een stad 120 kilometer boven Trondheim. En zijn hier terechtgekomen na ons wandelavontuur op de Seven Sisters gisteren. Wat een beetje anders liep dan gedacht. Ik moest vrij vroeg de berg af omdat ik nog steeds last heb van mijn enkel die ik 2 maanden geleden gescheurd heb, mijn enkelbanden gescheurd. Dus dat ging niet helemaal goed. Toen zijn de mannen verder naar boven gegaan, een stukje, en toen zouden we eigenlijk een andere doen, maar toen werd het te laat, nou, bla bla bla. Uiteindelijk was het niet helemaal gegaan zoals we in ons hoofd hadden. Daardoor hebben we de beslissing genomen om door te gaan richting Trondheim. En om gisteravond werd het wat later en de mannen hebben school, dus we dachten we gaan gewoon stoppen. We hebben nog bij een supermarkt wat lekkers gehaald, even koffie gemaakt hier. En de grap is, we staan in een park, in een stad. En ik heb al een beetje rondgedraaid. Dit is waar we staan. We worden dus ook net wakker dat we het pas echt goed zien. En wat leuk is, dat als je daar kijkt, dat daar een beekje is. En in Nederland zijn we gewend meestal dat je, als je aan het water staat, dat je langs een soort keurig riviertje staat. Maar dat is hier niet. Dus dat is wel leuk wakker worden. Aan de overkant is een school. Daar hebben we net alle kinderen naar binnen zien gaan. Wat leuk is, van Mido en Boet gaan ook naar school. Sinds gisteren dus weer. En we gaan zo meteen starten weer met dag 2 daarvoor. Vandaag gaan we dus doorrijden naar Trondheim. Daar zijn we in de middag, denk ik. In het begin van de middag. Dan gaan we nog even naar de stad. We kunnen heel leuk op de fiets daar naartoe. En dan gaan we daar weer leuke dagen beleven. We gaan eerst even kijken straks hoe we hier wegkomen. Nou, we zijn onderweg richting het zuiden. Richting Trondheim. En we gaan per ongeluk op een boot. Maar we zijn inderdaad ineens op een boot beland. Dus we gaan nu eventjes buiten kijken. En dat gebeurt. Wow, we gaan wel hard. Zie je dat? Ja. Oh, mooi, ja. De IKEA? Nou ja. Hey, waarom hebben we bij de IKEA geslapen? Het is gratis. Oh ja, zodat we hier lekker konden ontbijten. Nou, goedemorgen, welkom in Trondheim. We zijn gisteren aangekomen na een regenachtige reis en vandaag is er zon. Dat is heel leuk. We hebben net de pizza gepakt. We hebben een ontbijtje gegeten bij de IKEA.
En nu gaan we op stap de stad in. Nou, we zijn bij de Nedre Elvehaven. En wij gaan zo meteen een toertje door de stad lopen, langs alle hoogtepunten van de stad. En dit is de oude haven? Nou, ik denk eigenlijk dat het ook de nieuwe haven is. Nedre Elvehaven. Ja, dat klinkt als nieuwe haven. Nedre. 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 De Nederlandse haven. Kom, we gaan even een stukje lopen. We gaan die kant op. We zijn nu in de Baklandet. Kijk, dat is hier. We zijn hier begonnen. In de Nedre Elvehaven. De Nedre Elvehaven. We zullen straks nog even opzoeken wat dat precies is. En nu zijn we in de Nedre Baklandet. Dat heb ik even opgezocht. Dat is hier. Opgezocht, gezocht. A neighborhood in the city of Trondheim. It lies in the borough of Østbeien. On the east side of the Nidelva River, between the Bakke Bridge, the Bakkebru, and the Old Town Bridge, the Gamle Bibro. En wat leuk is hier, is dat er allemaal kleine oude houten huisjes staan. Hey, maar we kijken nu volgens mij uit op de oudste brug. Ja, dat ook inderdaad, maar die bedoelde ik eigenlijk niet. Ik bedoelde de straat hier aan de overkant. De Koopman. De Koopmansgata. Oftewel, de Koopmansstraat. We staan hier op de Gamle Bibro, de oudste brug van Trondheim. Een herkenbaar punt met alle gekleurde pakhuizen, over de rivier, langs de rivier. En deze brug is gebouwd in 1681. Deze brug is gebouwd in 1681 en opnieuw gebouwd in 1861. Nou, dat is een oud bruggetje. Oud bruggetje. Leuk. En hij wiebelt een beetje. En hij wiebelt een beetje en het is het einde van de wijk Baklandet, waar we net doorheen kwamen. En als je daar naar boven kijkt, dan zie je echt hele coole huizen ook. Ja. Echt een oude stad. Ik heb een goed stukje tekst. De Nidaros Domkirke. Maar volgens mij noemen ze hem hier anders, hè? De Nidaros Domen noemen ze hem. En vooral de westgevel is imposant. Met talloze beelden van Bijbelse figuren. Nou, die kunnen we wel zien, hè? En als ik het goed begrepen heb, vinden hier ook de kroningen plaats van de Noorse koning. Of koningin? Ja, van de Noorse koninklijke familie. Koninklijke familie. En de begrafenissen. En de begrafenissen ook, volgens mij alle ceremonies. Ja. Alle koninklijke ceremonies, die vinden hier plaats. Deze wil wel. Nee, mama, nee ja. Naar de volgende. Ja, ga eerst heen en weer. Eerst naar de volgende. Ha. Ja, deze zijn lastig, hè? Hier, dit is toch lastig? Die palen, die zijn gewoon makkelijk. Nee, je moet zo links en. We zijn hier begonnen bij de Nedre Elvehaven. En dan zijn we zo gelopen over de Old Town Bridge, langs de Nidros Domen. En daar waren we net met alle beelden. Daar zijn we hier zo langs gegaan, overgestoken. Zijn we hierheen gelopen. Nee, sorry, we zijn zo verder gelopen. Hier zijn we overgestoken, bij de Gangbrua. En toen hier langs gelopen en nu zijn wij hier weer overgestoken, de brug. En zijn we bij de Ilenkerk. Dus dat is dit mooie kerkje. Het is kwart voor drie. En wat wel grappig is, dat vind ik dan wel weer leuk. Je komt hier, dus eigenlijk loop je een beetje in de stad. En je steekt het bruggetje over en dan kijk je, op, en dan zie je eigenlijk de zee meteen weer voor je. Dus nu gaan we hier naar de overkant en dan lopen we rechts en dan komen we weer terug in het centrum.
Leuk. We zijn er, jongens. Ja, we zijn er. Zo, Mido, hoeveel kilometer denk je dat je gelopen hebt? 800. Hoe naar hoever denk je dat de route was? Weet niet. Weet niet, ongeveer. 10. Goed. Hoeveel kilometer denk jij dat de route was? I don't know, G. But what do you think? 50? Nee. Nee, nee, 5 kilometer. De route was... Ja. En jij? Jij, Marie, hoeveel denk jij? 12. Sorry. Scared the hell out of me. Holy fuck. Dus er komt nog iemand aan. Je loopt ook op het fiets. Holy shit. Hey, dit is een maximum veel. Maar, dus hoeveel kilometers? Oké, okay, even bij de les. 7. 6,7 kilometer was het. Nee. Goed gedaan, we hebben koffie verdiend. Zo, hey, en dat alles voor de kijkers. Ja, we doen dit eens voor onszelf. Alles voor de kijkers. Ik bedoel papa, dat bedoelt dat hij aangepiekst werd. Oh. We have made it. Het gaat regenen. Het gaat regenen. We hebben een leuke dag gehad. Ja. We zijn weer bij onze vrienden van de Blauwe Doos. We kunnen weer aan het ontbijt. Morgen weer lekker ontbijten. En nu gaan we lekker wat hapjes maken. En lekker eten. En... Game of Thrones. Game of Thrones kijken. En daarna gaan we op weg richting Bergen. En vind het leuk als jullie volgende week weer kijken. Ciao, ciao.